Oké, ik doe 2, 5. Of kunnen jullie nemen die zelf berekend heeft? Juist. Hier, 2 min 5, min 2, 4. Dan zou je deze moeten uitkomen. Als het werkt. Gaan we die niet geven? Dus, ja. Hebben we 2. 2 min 5. Kijk, we hebben... We hebben... 2, 5, dan druk ik op enter. Dan rij 2. Dat wordt dan... Ik doe min 1, ja. Min 7. Je hebt die gewoon verzonnen. Oké. Oeps. Oh, een error. Name row 2. Rij 2. Of staan ze misschien te ver uit elkaar? Of mocht je... Rij 2. Waar? Run? Mag run je... ergens... Mag je ook negatieve getallen niet geven? Rij 2. 9. Dit moet nu 0. Oh ja, begin te tellen op deze lijst. Die begint bij 0 te tellen. Dus ik doe dit. En ik. En hier moet je dan ook veranderen. Doe run weer. Nee, Sim, je moet hier ook veranderen. Want je hebt weer row 1 en row 2. Moet het niet row 0 en row 1 zijn? Nee. Dat maakt niet uit, hè. Oké. Nee. Maar voor de computer moet het 0 en 1 zijn. Maar voor de wacht! Voor de gebruiker moet het 1 en 2 zijn. Oh ja. Ik doe opnieuw. Hé? Hier heb je weer 1 en 2. En niet 0 en 1. Oh nee, wel 0 en 1, sorry. Het is goed. Oh, 0 en 1. Oh ja. Hé, hey, waarom werkt die nou niet? Ik doe cut. Oké, dus... Is die in... ik denk dat die internet nodig heeft. Oké, nog even er proberen. Ik moet de notebook even opnieuw starten. Dus ik doe... run... En ik doe shift enter. Ja, rij 1. Rij 1. 2, 5. Oké, rij. Ja. Nee, dat is 2, 5. Rij 2. Nee. En 7. Ah! Oh nee. R1. Wat nu? Ik heb de. Niet alleen opnieuw gestart, ik heb nu ook opnieuw gerund. Mm-hmm. Ik doe. Run. Не высекну сейчас. Я просто Симчик очень интересную программу сделал. 2, 5. Aha. En min 1, min 7, toch? Min 1. 7. Oh! Huh? Huh? Quit? No. En? Quit? Ik. Nee, maar je moet quitten. Zodat je. Je kunt debuggen.
Dus het is weer een foutje. Oké, dus... Hier moet hij zeggen quit, toch? Ja. Maar ja, vraagt hij quit in als het een foutje is? Nee, hij vraagt quit als je wilt quitten. Ik denk dat ik regular expression nodig. Ik denk dat ik een regular expression nodig heb. Dan gaan we misschien even een deel 2 opnemen. Als je ik daaraan werkt. Oké. Nee. Ik denk dat ik het... weet ik... Doe... Ik doe match. Match. Dus ik doe... Oh, ik doe gewoon een test. Kijk, ik doe het al hier, dus... Test. Ja. Dus, deze moet, niet hier. Hij moet hier. Backslash en niet. Oh nee. Dit moet hier zijn. Als ik dit test, dus deze moet else, dus anders gaan we dit doen. Test, wat nu? Test. Rij 0. En dit hebben we niet meer nodig. Doe nog een test. Quit. Rij 0. Of ik toch van error.
ik. Nu gaan we het proberen. Oké. Rij 1. Rij 1. 2. 5. Mhm. Ja. Rij 2. Min 1, min 7, toch? Hebben we besloten. Deze matrix heb je al uitgerekend. Computing. Error. Can't multiply sequence by non integer of type string. Dus we hebben een computing. Ja, we hebben wel computing, maar eigenlijk. Ik denk dat dat gewoon tekst is. Dus. Dus je moet er nog een beetje aan werken. Maar. Misschien moeten we even pauzeren. Wacht, kijk. Ik doe gewoon een Python. Sim, maar ik ga even wel pauzeren, want het wordt veel te lang. Het wordt veel te lang. Ik doe een Python. Python. Sim, ik pauzeer even, oké? Oké, dus jij hebt naar floats veranderd, toch? Want het was een string en dat is tekst. En nu, string is tekst en nu hebben we. En nu is het een float en dat is gewoon een nummer. Dus. Want de computer dacht dat jij letters gebruikte, woorden. Nee, niet woorden, nee. Letters. Nee, gewoon. Gewoon karakters. Maar geen cijfers. Ik dacht gewoon dat het een tekst was. Aha. Oké, we gaan het even uittesten. Teksten was. Een string. Ja, lijst van strings. En dat is gewoon een string of characters. Ja, dus. Ik doe nu 2, 5. Min 1. Min 7. Een andere string. Could not convert string. Het is toch een string. Het is toch een string? Oh, dit is geen nummer. Nog alleen maar. Om een string naar een getal te veranderen, mogen er alleen maar. Cijfers en punten in zitten. Cijfers of punten in zitten. Dus wat doen we? Alleen maar cijfers plus of min tekens en of punten. Dat is het enige dat er mag in zitten. Maar wat moeten we dan doen? Ik denk dat ik hem niet goed gesplit heb. Oké, ik zet dan weer op pauze. Boost drinken. Oké, de laatste keer. De laatste keer dat we het gaan proberen, anders weet Simon het niet meer. Ja. Oké. 2, 5. Wat heb je veranderd? Min 1, 7. Oh nee. Wat je net had veranderd was Is dit eigenlijk een Python? Ik weet niet of dit eigenlijk een Python regex is of niet. Ja, dat weet ik ook niet, Simon. Maar ik ga nu even de video stoppen en we gaan een deel 2 opnemen als je het wel weet.